Vandaag ga ik naar Delfzijl lopen. En dan met de bus terug. Het zou een uur lopen zijn. Nou, we zien wel of dat zo is. En ondertussen laat ik jullie dingetjes zien die ik onderweg tegenkom. Dus, ik zou zeggen, veel kijkplezier. Daar is de brug. Ik weet niet hoe die heet. Daarachter is een camperplek. Daar sta ik even. En hier is de Jan Brons fabriek. Jan Brons, die had iets te maken met dieselmotoren. En dat was een hele belangrijke uitvinding. Daar vertel ik jullie straks meer over. Dus dat is de Jan Brons fabriek. Momenteel staat hij leeg. En dit is het Damsterdiep. Hier is de nieuwe scholengemeenschap. Met verschillende richtingen. Ik heb al wel gezien op internet dat het vrij modern is. Of we overdag hebben of zo. Misschien hebben ze, oh nee, het is meestal in februari. Hè? Maar ik zag laatst dat ze iets hadden van de dag van de weg. Dus ze timmeren wel aan de weg. Nou, om 12:30 weggegaan. Dat zou betekenen dat ik om 13:30 ongeveer in Delfzijl moet zijn. Terwijl ik hier aan het wandelen ben, staan de leuke lieve kleine huisjes hier aan de zijkant van de weg. Allemaal van die leuke, niet al te groot, leuke starterswoninkjes lijken het wel. Mensen maken het heel gezellig. Bloemetjes in de tuin. Het is, wat is het eigenlijk voor dag vandaag? Ik geloof woensdag. Ja, woensdag, de eerste woensdag van oktober. Als het de vierde is, is het dierendag. Maar zeker weten doe ik het niet. Gisteren was ik trouwens bij de dierenarts. Kijk, dat is ook zo'n heel leuk zitje. Diep. Heel leuk. Gisteren was ik bij de dierenarts. Hoi. Gezellig zitje. Gezellig zitje. Ja, leuk, hè? Ja, is van jullie? Ja, klopt. Ja, mooi. Ja, 2,5 maand geleden heb ik Rico moeten laten. Is Rico overleden. 12 jaar oud. Schippertje. En nu gisteren was Bartje totaal op. Versleten. Hij liep al 3 maanden op pijnstillers. En arme beestje was werkelijk op. Beter om hem in te laten slapen. En dat heb ik helaas gisteren moeten laten doen. Nou, ik hoop niet dat er nog meer ellende op me te wachten staat de komende tijd. Want daar heb ik toch echt niet zoveel zin in. Nou, wat zie ik daar nog staan? Al een bordje van Delfzijl. Oh.
Nou, dit is te koop. Het huisje. En daarnaast, er staat een soort steenfabriek, wat het ook mag zijn geweest vroeger. Delfzijl heeft prachtige nieuwe huizen, nieuwbouw aan die kant van de straat. Maar hier hebben we nog hele mooie oude huizen. Tenminste, of het echt origineel oud is, weet ik niet. Maar het lijkt wel een beetje de stijl van de Amsterdamse school. Nu richting haventje. Even kijken wat voor gebouw dat daar is. Lijkt wel een beetje op een kasteeltje. Met die mooie geveltjes. Daar gaan we richting de haven. Dat kan ik me nog herinneren. En dat. Noorderpoort. Dat is dus de Noorderpoort. Nou, we zullen het zien in een minute. Nou, nu zie ik je loopt van Delfzijl, dus zo farm ze hem in. Kunnen we hier naar boven en dan zullen we eens even kijken wat voor verrassing we zien. Nou, daar gaan we. Weer zo'n dingetje daar.
richting centrum, denk ik. Thank you.
Nou, eerst maar even naar het havencafé. Kijken of ze hier een kopje koffie hebben of iets dergelijks. Voordat we de haven afstruinen, want ik moet ook enorm nodig naar de toilet. God, wat een joekel ligt daar, zeg. Allemaal mensen. Interessant. Oh, kijk nou eens even. Daar wil ik straks ook nog even heen. Kijken of dat
open is. Een bakje koffie doen. Ik betwijfel het, hoewel ik zie wel mensen lopen daar. Ja. Thank you.
zoeken, je kan eens kijken op internet bij www.